De enige die het wist was ik zelf. En dat gebeurde eigenlijk op het moment dat we naar buiten liepen voor de wedstrijd. Dus ja, ik heb het gezegd tegen Jean-Paul van Gastel en Giovanni. Maar de spelers hebben daar niets van meegemaakt. Nee. Heb je daar een mening over? Ja, tuurlijk. Het is zo doodzonde. Het moment dat de club sportief aardig draait. Ja, en als je ziet ook de mensen, hoe ze toch ook weer vandaag in grote getallen aanwezig zijn. De sfeer die er is. Ja, dat is fantastisch. Het bovenaan staan is leuk. Dat is leuk voor hun spelers. Ook leuk voor hun trainer. Maar ik gun het vooral het publiek. Maar helaas, binnen dat geheel lopen er ook een aantal mafkezen die toch weer het noodzakelijk vinden op deze wijze te moeten ageren tegen een beleid van een club. Waarin al die mensen die het beleid voeren, dag en nacht met het gezonder maken van de club bezig zijn. Maar het is een kleine groep. En het, ja, het krijgt toch weer dan de aandacht. En dat is heel jammer, want we willen ons eigenlijk richten op het sportieve. Waarin eindelijk de weef weer terug is in de Kuip. En dat is volgens mij ook een tijdje geleden. En iedereen wil het beleven zoals het gaat. En we zullen best nog eens een aantal keer tegen de lamp aanlopen. Maar laten we op sportieve wijze genieten van het moment. En aan onze taak om keihard te werken. En je afzijdig te houden van alles wat daaromheen gebeurt. Maar het is wel ontzettend jammer. Jij zegt een mafkezen. Ga je ook naar je spelers toe met een advies in houding naar dit soort problemen buiten hun voetbalwereld? Ja, oké. Ik denk dat wij ons moeten concentreren op het voetbalgedeelte. Als we een statement kunnen maken als speler of als trainer, dan moet je dat doen. Maar het is een hele kleine groep. En als we daar ook allemaal weer al onze aandacht aan gaan besteden, ja, dan hebben ze waarschijnlijk ook wel weer hun zin van dit soort acties. Wie dan? Norbert. Je staat weer bovenaan. Denk je dat je er morgenavond ook nog staat? Ik denk het niet. Maar het hoeft ook niet, want het is een momentopname, het is leuk, maar het gaat verder. Dinsdag beker, volgend weekend AZ, dus... Maar je weet het nooit, want je ziet aan de uitslagen dat het niet vanzelfsprekend is dat de grote jongens ieder weekend winnen, dus je weet het nooit. En zou je het geflatteerd vinden? Vind je dat fijn dat er misschien iets te hoog staat nu, of zeg je van nou... Nou, als ik de wedstrijden bekijk, hebben we 2 punten te weinig. Het is een kwartier 11-9 tegen Heerenveen, waar we niet gescoord hebben. En in alle andere wedstrijden hebben we niets te veel gehad. Absoluut niet, dus... Maar het programma is natuurlijk ook gedeeltelijk best in ons voordeel. Aan de andere kant, de tegenstanders die we tot nog toe hebben gehad... leven de andere jaren heel wat minder punten op. Dus ja, wat is wijsheid? Is AZ dan de eerste echte test voor jou? Of zie je dat anders? Nou ja, ik zie dat als een van de 34 wedstrijden. En laat AZ maar bewijzen dat het beter is. En dat het iedere week, iedere wedstrijd op een hoog niveau kan spelen. Want dat is ook heel moeilijk. Je was in de rust erg boos op de scheidsrechter. Volgens mij is het wel zin gehad. Want je hebt daarna de rust nog 2 stappen voorbij gekregen. Nou, nee. Ik boos. Ik heb gewoon aangegeven dat vanuit de televisiebeelden... in 1 of 2 situaties bij een stilstaande... bij een corner en een vrije trap... dat er gewoon een overtreding werd gemaakt. Dat er Feyenoord tegen de grond werd gewerkt. En ze zijn met z'n 5 of met z'n 4. Dus en ik heb ook inmiddels begrepen vaak tijdens wedstrijden... dat de 4e man... ook veel de scheidsrechter coacht, in zijn oortje roept of het wel of niet een overtreding is. Maar het is allemaal, ik denk dat iedere trainer wat binnen zijn vermogen ligt, daar gebruik van maakt. Maar het was volgens mij een duidelijke strafschop. Ja,